Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten. Oproep bezuinigen op energie werpt vruchten af. Ondernemers hebben begrip voor energiecrisis. En geen winnaar in politiek debat verkiezingen Brazilië. Het STVS-journaal op woensdag 27 augustus. De oproep om zuiniger om te gaan met energie werpt eerder dan verwacht vruchten af. Vandaag registreerde NV Energiebedrijven Suriname een energiebesparing van 17 kilowatt. President Daisy Bouterse bedankte de Surinaamse samenleving vandaag via het radioprogramma Bakkanatori voor haar ondersteuning. Hij beschouwt dit als een teken dat de gemeenschap wil meewerken aan een oplossing. Ik ben zo in de wolken, 17 megawatt. Ja, dus dat wordt daki bijna onafkira van hem, hoor. Bijna onafkira van hem, hoor. Het is geen zo, want het gaat om 20 megawatt. Dat we eigenlijk met de ondersteuning van Sirocco, dat we tekort kwamen. En 17 megawatt heeft het volk vandaag uitgespaard. Ik ben zo verrast door dit volk, door ons volk, is onvoorstelbaar. De airco's op diverse overheidskantoren werden vandaag op verzoek van president Bouterse uitgedaan. Door deze actie wil de overheid het voortouw nemen in de bezuinigingsmaatregel. Winkels die energiegeneratoren distribueren merken op dat steeds meer burgers en bedrijven een dieselgenerator aanschaffen als backup. Dit is mijn kombaye wel? Ja. Soso chao, chingwang akasulingwang. Dat nagi oso? Ja, oso. Meki faya toch? Ja. Na meki faya, na zoeken tv, zo ventilator. Ja. En hij zei die voeren nog? Nou, hij zei die molopung voor ze. Je breedt die vrouw? Ja. Je breedt die? Je vindt die boeng van zei die molopung? Ja, boeng. En delen van de samenleving geven aan dat zij tot het eind hun best blijven doen om meer energie te bezuinigen, zodat dit probleem volledig wordt opgelost. Als je bijvoorbeeld per dag misschien die fan aanmaakt, bijvoorbeeld 2, kan je dan voor een dag misschien 1 uitmaken en eentje maar gebruiken. Hoe doen we dan met de hitte? Buiten zitten. Lekker genieten van het weer. We gaan het met z'n allen moeten doen. We gaan niet dwars moeten liggen. We kunnen liever niet dwars liggen, we kunnen gewoon dat ding even aanpakken, gezamenlijk aanpakken en dan proberen uit dat ding te komen, hoor. De EBS heeft aangegeven dat er geen stroomonderbrekingen hoeven plaats te vinden als het totale stroomverbruik met ongeveer 30% wordt teruggebracht. De verwachting is dat het waterpeil in het Van Blommesteyn-Stuwmeer pas over 2 tot 3 maanden zal stijgen. Pas dan zal de Suralco in staat zijn weer de normale hoeveelheid stroom te leveren aan de EBS. Ondernemers willen begrip opbrengen voor de energiecrisis. Wel willen ze dat de NV Energiebedrijven Suriname EBS drastische maatregelen treft om dit in de toekomst te voorkomen. Dit zou moeten beginnen met een zakelijkere instelling. Gisteravond kwamen ondernemers tijdens de ondernemersavond van de Kamer van Koophandel en Fabrieken bij elkaar om te praten over het energievraagstuk. Willy Duiker, financieel directeur van de EBS, zei dat het energiebedrijf concrete oplossingsmodellen heeft uitgewerkt en dat het bedrijfsleven op de hoogte zal worden gehouden van de voortgang. Ja, ik kan u verzekeren dat er massaal gebeld wordt en ik zie zelf ook mailtjes nu langskomen. Met complimenten van de manier waarop onze accountmanagers ze benaderen en toch samen proberen een oplossing te vinden voor hun productieschedule. Want daar gaat het uiteindelijk om. We willen dat de ondernemers kunnen blijven ondernemen. Als ze produceren, kunnen blijven produceren. En het is nooit de bedoeling dat ondernemers stoppen met hun bedrijfsactiviteit. De ondernemers hebben de EBS-topman aangehoord, maar zijn van mening dat er nog geen concrete oplossing in zicht is. Sommige bedrijven zijn overgestapt op alternatieve energie of overwegen dat te doen. Tevreden niet. Ik zou eigenlijk het prettig hebben gevonden als ik een programma had gehad
met wat, het, wat die loadsharing zou zijn de komende tijd. Of eigenlijk als men het gezegd, het probleem is opgelost. Dus ik ben zeker niet tevreden. Natuurlijk willen we allemaal een andere situatie, maar ik ben wel geïnformeerd. En wat ik nu meeneem is, de situatie is zoals het is. Het is voor mij best een somber beeld, want ze hebben aangegeven dat het in ieder geval tot eind oktober zo zal duren. En misschien zelfs langer. En er moeten toch wel grote investeringen worden gepleegd. En er moeten grote besluiten worden genomen vanuit de overheid, vanuit de regering. Dus een heleboel is buiten onze competentie. En dan word ik eigenlijk al een beetje nerveus. Omdat je productieproces en je werk is afhankelijk van zaken die niet binnen jouw invloedssfeer zijn. Er is tussen 2010 en 2014 ruim 700 miljoen Surinaamse dollar geïnvesteerd in de energiesector. Daartegenover is de energiebehoefte in deze periode met 30% gestegen. Dit deelde president Desi Bouterse gisteren mee in de Nationale Assemblée. Hij gaf verder aan dat er nog eens 275 miljoen SRD zal worden geïnvesteerd in nog eens 55 megawatt energiecapaciteit voor de NV Energiebedrijven Suriname en Staatsoliemaatschappij. Hij voegde eraan toe dat ook onderhoud van bestaande EBS-onderstations wordt meegenomen in de uitbreidingsplannen. Hierin is inbegrepen het 161 kV-onderstation te Quatta, alsmede transmissieverbindingen naar diverse onderstations. Dit alles naast andere te treffen voorzieningen voor nieuwe, voor nieuw te bouwen onderstations en voor het reserveren, reviseren van oude onderstations. De gepleegde investeringen zullen Suriname moeten helpen om te voldoen aan de toegenomen vraag naar energie in onder meer de productie- en woningbouwsector. Ook zal de mogelijkheid moeten worden bekeken om op dit gebied een verbinding te maken tussen Suriname en omliggende landen. De structurele oplossing voor de chronische problematiek van onze stroomvoorziening ligt in waterkracht. Met het voordeel dat energie uit waterkracht, dat relatief ruim voorradig is in ons land, schone energie is. In dit verband en gezien de huidige en te verwachten toekomstige omstandigheden van steeds duurder wordende aardolie, onze steeds sneller groeiende nationale economie, de steeds meer ontoereikende hoeveelheid stroom vanuit het Afobakastuurmeer, hebben wij als doel voor de lange termijn ons toe te leggen op de uitvoering van waterkrachtprojecten. We zullen wat dit betreft voor de toekomst echter voor onze energievoorziening een goede mix moeten hebben van hydro, thermische en andere hernieuwbare energiebronnen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de eerste 40 PSA-documenten voor personen van Surinaamse afkomst in Nederland en Suriname overhandigd. De houders van een PSA-document mogen gedurende 5 jaar naar Suriname afreizen zonder een visum aan te vragen. De regering heeft vanaf haar aantreden aangegeven dat alle Surinamers een bijdrage moeten kunnen leveren aan de ontwikkeling van het land. Met het PSA-document wordt hiertoe een aanzet gegeven, zegt minister Winston Lakin van Buitenlandse Zaken. Op grond hier van de Surinamers de gelegenheid willen geven middels een gestructureerd model betrokken te zijn. En na een heleboel overwegen, nadenken, bestuderen, hebben we besloten deze zaak te doen. Een van de eerste zaken die we gedaan hebben als ministerie, zoals we gemerkt hebben, dat we vergemakkelijk hebben het reizen naar Suriname. Omdat we vinden dat in onze nieuwe visie van het buitenlands beleid we zoveel mogelijk onze grenzen open moeten gooien. Want alleen zo gaan we in staat zijn investeringsstromen en technische stromen richting Suriname om te buigen. En dat waar we allemaal van overtuigen dat toerisme een rol gaat moeten spelen in onze economie. Dat je hiermee ook drempels weghaalt.
Dus we hebben daar op grond hiervan ook gekeken naar onze eerste groep. En dat zijn de mensen, de Surinamers in onze conceptie, die buiten onze grenzen liggen. En over een ander kleurig paspoort beschikken wat van voor ons niet direct je nationaliteit aangeeft, maar je inborst is voor ons heel belangrijk. Een PSH-document biedt naast de vijfjarige opheffing van de visumplicht de mogelijkheid om 6 maanden in Suriname te wonen, nog eens 6 maanden verlenging aan te vragen. De houder van het document mag ook werken in Suriname. Personen van Surinaamse afkomst die in aanmerking willen komen voor het document kunnen zich registreren op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Inmiddels zijn 119 aanvragen goedgekeurd door het ministerie. Het aantal zou hoger kunnen liggen als er minder fouten worden gemaakt bij de registratie, zegt Lucretia Redan, onderdirecteur consulaire zaken. Het grootste probleem lag meer en daarom is het daarom iets later, want we hadden aangegeven dat wij binnen een maand zover zouden zijn. 1 was van de fabrikant, omdat u gaat straks merken, het gaat echt wel om documenten die aan alle ICAO-standaarden en veiligheidsstandaarden voldoen. Want u moet nagaan, u gaat het ook als reisdocument gebruiken, dus het moet aan alle internationale standaarden voldoen. Verder is het zo dat de fabrikant, het ging om de chips moesten besteld worden. U gaat ook merken, het heeft een microchip dat gelezen kan worden. En dat moest besteld worden, dus dat heeft langer op zich laten wachten. Dus vandaar dat het iets langer heeft geduurd. En wat een uitdaging was, waren de foto's. U weet, de mensen mogen al hun documenten uploaden. Zowel geboorteakte en hun foto's. Wat kregen we? We kregen heel veel selfies. U weet wat de selfiefoto's zijn. En die zijn natuurlijk niet geschikt voor zo'n document. Jong en Oud was vandaag aanwezig om het PSA-document in ontvangst te nemen. Ze hebben al concrete plannen voor de toekomst. Het is misschien een kaart dat je in Suriname mag wonen en daar mag werken. En ja, dat was het. Maar dat is mijn informatie. Ik heb mijn hele leven lang in Duitsland gewoond en ik had een Nederlands paspoort. Het lijkt me wel heel bijzonder om dan gewoon midden in je leven naar Suriname te gaan. En weet je al wat je hier zou gaan doen? Ja, naar school gaan, afwas uitpakken, wonen. Ja, alles van die dingen. Ik ben van plan me te vestigen hier in het land. Ik ben 10,5 jaar geleden ben ik gegaan voor studie in Nederland. Ik heb toen een Nederlandse paspoort verkregen. En nu ben ik teruggekomen om me weer te vestigen. Dus dit is een handige gelegenheid om me weer te vestigen in dit land. Dus de volgende stap wordt PSA-kaart aanvragen. Nou, dat maakt mij op dat moment dan niet uit. Want ja, met zo'n kaart ben je eigenlijk een beetje Suriname, zeg maar. Alleen kan je niet gaan stemmen en voor de rest kan je alles doen. Omdat dat in de toekomst, mocht ik kinderen krijgen, als ik kinderen heb en die willen dan gaan studeren in Nederland, dat ze vrijer eigenlijk zich kunnen manoeuvreren binnen in Nederland, zeg maar. Voor de aanvraag van een PSA-document is onder andere nodig een pasfoto, geboorteakte en een kopie van paspoortgegevens. Met personen van Surinaamse afkomst wordt bedoeld zij die in Suriname zijn geboren of personen waarvan een ouder of grootouder in Suriname is geboren. Meer kleine ondernemers moeten gebruik kunnen maken van het microkredietenprogramma van de overheid. Daarom is de Surinaamse bank DSB in samenwerking met het ministerie van Financiën vandaag begonnen met een bewustwordingscampagne voor de doelgroep. DSB-directeur Sigmund Proeven en financiënminister Andy Rusland plaatsten vandaag hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst in de Garden House. Het microkredietenprogramma is in 2009 gestart, maar na evaluatie bleek dat de doelgroep beter moet worden geïnformeerd over de mogelijkheden die het fonds biedt, zegt Cynthia Ramadin, voorzitter van het microkredietenbestuur. Er was een evaluatie geweest van het programma en uit de evaluatie is gebleken dat de awareness gedeelte
nu uitgevoerd zou moeten worden. En dus als uitvloeisel van de evaluatie is dit awarenessprogramma dus nu van start gegaan. Zoals ik al heb aangegeven is het programma al iets enkele jaar, nu al 5 jaar operationeel. En in die 5 jaar is dus het bedrag van 8 miljoen aan kredieten er iets uitgezet. En de 1 miljoen, het bedrag van 1 miljoen waarover hij het had, dat is dus de aanvraag. De middelen worden niet in 1 bedrag overgemaakt, maar in tranches. En de tranches zijn allemaal afhankelijk van de behoefte die de beheerder, afhankelijk van de verschillende MFI's die wederom de kredieten uitzetten, wordt zo'n aanvraag ingediend bij het ministerie. En de aanvraag voor deze periode is dus gebaseerd op 1 miljoen. Kleine ondernemers kunnen bedragen variëren van 500 tot 6000 SRD lenen bij het fonds. De regering ondersteunt kleine ondernemers omdat zij ook bijdragen aan de economie, zegt minister Andy Rusland van Financiën. De regering heeft in haar ontwikkelingsplan aangegeven dat er ondersteuning gegeven zal worden aan ondernemers en zeker in dit geval ook micro-ondernemers, vanuit de overtuiging dat micro-ondernemingen in elke samenleving een belangrijke bijdrage leveren aan de economie. Dus de regering heeft dat besluit genomen en ook vastgelegd in het ontwikkelingsplan. Dat moet u vasthouden. Tweedens, op het moment dat de ondersteuning gegeven wordt middels het beschikbaar stellen van middelen, nogmaals om het doel te bereiken, dan betekent het dat je deskundigen in de arm moet nemen. Omdat de eindgebruiker, de mensen die een idee hebben om te ontwikkelen, begeleiding nodig hebben, financiering nodig hebben, administratieve backbone nodig hebben om toch wel de zaak succesvol af te ronden. Het doel van het microkredietenprogramma is onder andere het verbeteren van de toegang tot kredieten bij microfinancieringsinstellingen. Volgens DSB-directeur moeten de aflossingen resulteren in nieuwe kredieten, zodat het fonds na verloop van tijd op zichzelf kan draaien en niet afhankelijk hoeft te zijn van financiën van de overheid. De kwestie van aflossingsdiscipline. De bedoeling is dat dit fonds een blijvend karakter heeft, doordat aflossingen die terugvloeien. Om het zo te noemen, handje ophouden voor staatsmiddelen. Uiteindelijk moet het fonds zichzelf bedruipen met terugvloeiende aflossingen. President van de Women in Business Group, Marion Stekel-Vroom, zegt dat de organisatie al 4 jaar bekend is met het kredietenprogramma. Daarom juicht ze de kick-off van de awarenesscampagne enorm toe. Ik moet aangeven dat wij al 4 jaar bezig zijn met dit programma. De Women in Business Suriname. En deze awarenesscampagne is zeer bijzonder voor ons. Want daarmee gaat landelijk meer bekendheid gegeven worden aan dit programma waar wij al, zoals ik al eerder zei, 4 jaar al bezig mee zijn. Als organisatie geef je wel bekendheid aan het programma. Je doet je ding, je weet dat je promotie, wat promotion moet doen, zodat je het product kan verkopen. Maar als het vanuit de regering gaat, dan begrijp je dat de hele bevolking en samenleving, als ik het zo mag zeggen, bewust wordt van het programma dat eigenlijk vanuit de overheid geïnitieerd is. De microfinancieringsinstellingen die microkredieten verstrekken zijn Goedebank, de Trustbank, Kredietcoöperatie De Schakel, Women Business Group, de Microkredieten Unit en Stichting Stewa Nikeri. Het vrijwilligerswerk van de uit Suriname vertrokken Peace Corps wordt overgenomen door de Stichting Suricorps for Development. De organisatie is opgericht door de ministeries van Regionale Ontwikkeling en Buitenlandse Zaken met als doel vrijwilligerswerk te doen in de rurale gebieden. De Suricorps projecten moeten een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de verre districten en het binnenland. We verwachten natuurlijk dat het een tijdje zal duren voordat ze op een bepaald niveau zijn om aan die behoefte te kunnen voorzien. Maar dat is in het algemeen het doel.
reden waarom wij deze organisatie hebben opgezet. Als ik zo heb geluisterd naar de doelen van de organisatie, dan maak ik ook rechtstreeks een link met de Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland, FOB. Wat maakt deze organisatie zo anders dan de FOB? FOB is een overheids-NGO. Deze organisatie is een vrijwilligersorganisatie. Je moet nagaan dat wat vrijwilligerswerk betreft in dit land, althans niet zoveel in feite gecoördineerd wordt gedaan. Er zijn diverse groepen die wel met vrijwilligerswerk bezig zijn. Het doel van deze organisatie is om dat te coördineren en vooral gericht op achtergestelde gebieden. Humphrey Dundas, voorzitter van de stichting Suricorps for Development, zegt dat de organisatie binnenkort van start gaat met pilotprojecten in Rikanomofo, Redidoti, Achoni en Pikingslee. Het zijn projecten die te maken hebben met het beleid van de regering. Maar om terug te komen op de vraag, Suricorps heeft ook die rol. Het is ook een rol voor ons weggelegd om te gaan zoeken naar middelen. Ja, ik noem maar een voorbeeld. Laten we zeggen dus dat er in het dorp Pikingslee er een behoefte is voor het bouwen van een aanlegsteiger. Wat wij dan als Suricorps kunnen doen, laten we zeggen de middelen zijn er al, toch? Maar er is mankracht nodig. We hebben dan een soort van bemiddelende rol, in die zin van dat wij gaan kijken van waar kunnen wij mankracht halen om de gemeenschap te gaan helpen met de bouw. Uit onderzoek van de United Nations Development Program, UNDP, is gebleken dat er behoefte is aan vrijwilligerswerk na het vertrek van Peace Corps uit Suriname. De vrijwilligersorganisatie heeft 18 jaren projecten uitgevoerd in Suriname. Over 6 maanden zal het nieuwe sportveld bij Orukul in de Letitia Friesdelaan een volledig nieuw stadion zijn. Vandaag hebben minister Rabin Parmissen van Openbare Werken en vertegenwoordigers van de FIFA een overeenkomst getekend voor het opzetten van dit stadion. Het gaat om 4 mini-sportvelden die opgezet zullen worden voor jeugdigen en senioren burgers. In de vergaderzaal van het ministerie van Openbare Werken is de tekening gepresenteerd. John Krisnadat, voorzitter van de SVB, voegt eraan toe dat ze aan de ouderen hebben gedacht, omdat er niet een eigen plek is voor deze burgers om sportoefeningen te doen. Het zal een veld zijn met alle faciliteiten die gefinancierd zullen worden door de FIFA. Dat wanneer je praat over mini-voetbalveldjes, je voor een belangrijk deel ook in gedachten hebt de oudere jeugd, als ik zo mag zeggen, die in beweging wil komen. Want op zo'n mini-voetbalveld heb je niet een volledig elftal nodig. Je kan met 5-5 spelen of 7-7. En je kan jouw vrienden makkelijker mobiliseren om dan op die manier dus bezig te kunnen zijn. Dus dat is het belangrijke van zo'n miniveld. Dus naast het feit dat we van plan zijn dus om de scholen die er in de omgeving zijn en die misschien niet over een eigen gymzaal of sportveld beschikken, om ze dus in de ochtenduren te accommoderen op die velden. Uiteraard zullen we dat tegen een kleine vergoeding moeten doen, want je gaat de velden moeten onderhouden, schoonmaken en al dat soort toestanden. Ook bedrijven zullen in de gelegenheid gesteld worden om gebruik te maken van de minivelden. Peter van Gent, vertegenwoordiger van de FIFA en consultant die Suriname moet ondersteunen, verzekert dat de sportvelden binnen de geplande tijd af zullen zijn, omdat de middelen voor het opzetten van deze velden al vrij zijn gemaakt. En ten derde komt er nu natuurlijk de fase van realisatie, waarin ook weer een projectmanagement en ook een rapportagestructuur door ons wordt opgesteld. Op welke manier gaat u de SVB ondersteunen? Dus kort, wat gaat u voor ze doen? Op welke manier? Nou ja, naast dus, als ik zeg, de financiële injectie van $500.000, komt er nu een projectmanagement en coaching, detailontwerp en het begeleiden van de bouw. En veel belangrijker denk ik is dat we met SVB een managementorganisatie voor dit project gaan opzetten om zeg maar professioneel de verhuur te doen en ook professioneel administratie en onderhoud van het complex te laten plaatsvinden. De FIFA heeft $500.000 ter beschikking gesteld.
Deze middelen zullen door de FIFA worden gecontroleerd. Minister Edward Belfort van Justitie en Politie heeft vandaag meer dan 20 sportorganisaties van de verschillende buurten sportmaterialen aangeboden. Dit heeft hij gedaan met ondersteuning van de Centrale Bank van Suriname. Verschillende voetbal- en slagbalteams ontvingen sportmateriaal en sportkleding uit handen van de justitieminister. Ook sportverenigingen uit de districten zijn bedacht. Ernisha Yabini, voorzitter van het slagbalteam Goede Verwachting, is blij met de schenking. Ons team telt 27 dames en we trainen elke maandag, woensdag en vrijdag op aanbieding met Boyty Roy Coach. En van dit jaar hebben we dingen competities gesteld. We zijn aan het einde van op de vierde plaats. Oké, gaan jullie door? Jawel, oktober. Welke plaats willen jullie nog behalen? Eerste plaats. Of de eerste plaats als kampioen? Oh, iedereen is kampioen? Ja, kampioen. Hoe lang bestaat dit team al? Het is al 25 jaar. We zullen ook hetzelfde willen proberen. Maar we willen in de topsectie belanden. Maar het lukt nog niet. Maar we gaan ons best doen toch daar te komen. We hebben wel een paar kleine problemen in ons land. Wat betreft werkgebied. Hè. Je hebt jongens die werken. Die laten ook thuis komen. Ze kunnen weer op de training komen. Dus daarmee houden we rekening mee. Dus het is ook hard voor hun om naar school te gaan en te werken, of wat voor hun zelf te doen. Dus we kijken ook wat aan hun af te staan, wat wij kunnen als vereniging. Dus ik denk dat het wel gaat lukken om verder te gaan. Belfort geeft aan dat de sportorganisaties zijn voorzien van de sportattributen, omdat de jeugdigen vooral de vakantie vaak niet zoveel te doen hebben. Het past ook in het kader van de verkeersveiligheid maand, vindt de bewindsman. Dit is ook in het kader van criminaliteitsbestrijding. Als ze het niet hebben, gaan ze op hoeken van straten dingen doen en dat willen wij niet hebben. Ik heb het gehad, het materiaal. Ik heb het verdeeld, u bent getuige daarvan. Natuurlijk zullen er steeds mensen zijn die dingen gaan doen. Maar wat doe je? En dit is wat ik doe om het te nivelleren. Wegwerken gaan we het niet kunnen. Totaal uitroeien gaan we het niet kunnen. Waar mensen zijn, zullen mensen dingen doen. Maar wat doe je er tegen? Je hebt politie gestuurd, je hebt militairen gestuurd. Ze houden aan. Maar dat deel dat niet in de criminaliteit is, dat niet in de criminaliteit wil belanden, of dat deel dat in de criminaliteit dreigt te belanden, wat doe je met ze? Geef ze materiaal. Want ga niet op die hoek staan, is mooi. Maar ik sta niet op de hoek. Maar ik verveel, ik wil iets doen. Wat geef je me? Kijk, ik heb materiaal gegeven. De sportattributen hebben een waarde van 100.000 Surinaamse dollar. Dit was mijn bijdrage aan het journaal. Blijft u afgestemd voor het weerbericht en het buitenlands nieuws. Goedenavond.